Welkom bij de Goed Met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben. Hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij aflevering nummer 7 van Goed Met Geld. Ik ben vandaag jullie host. Ik ben Bas van FireTheBoss.eu. En samen met Arjan van StoppenVoorMijn50ste.nl maken we deze podcast om financiële onafhankelijkheid in Nederland op de kaart te zetten. Ik heb vandaag bij mij een fantastische gast aan de microfoon zitten. Arjan, kan jij je kort even voorstellen? Hoi, ik ben Arjan. Nou, zoals Bas inderdaad al aangaf, ik schrijf voor StoppenVoorMijn50ste.nl blogs over financieel onafhankelijk worden. Alles wat met geld te maken heeft, besparen, investeren en crowdfunding. Ja, want crowdfunding, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Vorige week hebben we gesproken over het beleggen op de beurs in aandelen en obligaties en hoe ik dat dan persoonlijk doe. Arjan heeft heel veel verstand van crowdfunding en daar ga ik hem vandaag over interviewen. Crowdfunding is het beleggen in leningen die MKB'ers met name afsluiten. Die dat misschien niet makkelijk bij een bank kunnen doen, maar wel bij de crowd, bij ons allen. En waar soms aantrekkelijke rendementen tegenover kunnen staan voor deze beleggers. Arjan, om gelijk goed te beginnen, hoe ben je met crowdfunding begonnen en waarom? Ik ben ooit met crowdfunding begonnen omdat ik simpelweg de rente op mijn spaarrekening te laag vond. Ik ben gaan zoeken hoe kan ik mijn rente of rendement verhogen. En ben uiteindelijk op twee verschillende manieren gekomen. Ik kon gaan investeren op de beurs, waar bij mij en mijn familie best wel negatieve ervaringen waren. Of crowdfunding. En crowdfunding, dat sprak mij heel erg aan. Ik kon investeren in juist die kleine ondernemer. Ik kon mijn geld daar nuttig bij gebruiken. En zij konden daar verder mee. Oké, en wat was dan je eerste crowdfunded deal? Ja, dat weet ik nog heel goed. We nemen dit eind december op. Dat is precies 6 jaar geleden. Ik had al wat online zitten zoeken en ben op oudejaarsdag ben ik gaan investeren. En daar heb ik 3 projecten gekozen. Deze 3 die spraken mij het meeste aan. Dat was een product wat voor je tanden beter was, met heel veel fluor erin, wat voor tandartsen gebruikt kon worden. Dat was een bedrijf wat busjes verhuurde. Dus online kon je je eigen busje huren. En dat was een bedrijf die online grafkisten aanbood. Jij geeft aan dat jij 6 jaar geleden bent begonnen met het investeren in crowdfunded leningen. Wat waren destijds de rendementen waar jij op inschreef? Ja, de rendementen dat verschilden een beetje. Dat is natuurlijk afhankelijk ook van het risico wat je loopt. De rendementen die op leningen die wat minder risicovol waren, dat lag een beetje rond de 7,5%. Maar voor de leningen die veel risico liepen om betaalproblemen te krijgen, of dat de financiën gewoon minder sterk waren dan bij andere projecten, dan kon ik wel tot 10% krijgen. Zo, en zijn dat leningen ook die volledig afbetaald zijn inmiddels? Of heb je daar ook op moeten afschrijven? Nou, inderdaad, goed dat je dat meteen aangeeft. Van de 3 heb ik er helaas 1 af moeten schrijven. Dat was de online uitvaartkistenboer die inderdaad het niet heeft gehaald. Nou, dat zijn procedures die helaas allemaal nog lopen. Het is een heel lang traject. De andere 2 heb ik gelukkig wel succesvol af kunnen ronden. Dus dat bood gelukkig wel een positief blik op de toekomst. Dat is goed om te horen. Hey, dat is een mooi bruggetje naar de risico's en potentiële opbrengsten van crowdfunding. Zou je wat meer daarover kunnen vertellen? Ja, bij crowdfunding investeer je in een lening. Een bedrijf heeft 50.000 euro nodig. En of de bank nu jou die 50.000 euro geeft, of dat 500 mensen jou allemaal 100 euro geven, je hebt in beide gevallen 50.000 euro. En dat gaat echt om een lening. Dus zo'n bedrijf, vaak een MKB'er, die betaalt elke maand een stukje rente en een stukje aflossing terug aan of de bank of aan die hele groep met investeerders. Nou, in dit geval ben ik een van die investeerders. En de risico's die gaan daar ook gewoon mee gepaard. Bij een bank betaal je meer rente op het moment dat je financieel er minder sterk voor staat. Als jij het geld echt nodig hebt om te overleven, dan is het voor de bank een heel groot risico en zo werkt het ook in crowdfunding. Hoe harder jij het geld nodig hebt om echt simpelweg te overleven, hoe hoger de rentes die je moet betalen. Nou, gelukkig zijn er allemaal platformen die ertussen zitten. Ik ga niet langs al die MKB'ers om aan te bieden of ze geld nodig hebben en dat ik ze kan lenen. Nee, er zit een platform tussen. Bedrijven melden zichzelf aan omdat ze een lening willen hebben. En vervolgens gaat het bedrijf kijken naar de cijfers, naar de zekerheden die geboden worden, naar de
resultaten die tot nu toe zijn behaald, de vooruitzichten die zijn behaald en wat voor impact de lening op de bedrijfsvoering heeft. Dus als een bedrijf jaarlijks 50.000 euro omzet, maar ze moeten opeens 25.000 euro per jaar aan afbetaling gaan betalen, heeft dat een flinke impact op de winstmarges en op de financiële positie die een bedrijf heeft om inderdaad de normale bedrijfsvoering door te kunnen gaan. En daar komt een risicoclassificatie uit. Nou, die risicoclassificaties lopen van 1 tot 5, waarbij 1 een heel laag risico is, een heel defensief profiel, waarbij de kans dus ook heel groot is dat je het zonder problemen weer terugkrijgt. Risicoclassificatie 5 of 5S, zoals bijvoorbeeld geldt voor elkaar, het ook echt voor starters heeft, heeft een heel groot risico, waardoor je dus ook zeker kans loopt om je geld kwijt te raken. En hoe bepaal je dan of je wel of niet investeert? Kijk je ook naar dit soort risicoclasses? Kijk je alleen maar naar de risico's? Of kijk je ook naar de rendementen of de rentes die betaald worden voor deze leningen? Hoe maak je de afweging om wel of niet in een project te investeren dan? Ja, dat is een hele interessante. Want bedrijven of de platformen die proberen jou een goed beeld van het bedrijf te geven. Hoe staat het bedrijf ervoor? Welke risico's zijn er? Wat zijn de jaarcijfers? En al dat soort zaken. Nou, en in het begin heb ik daar best wel veel fouten in gemaakt. Ik zag alleen maar, 10% rente, 12% rente, 15% rente. Ja, dan kwamen de dollartekens in mijn ogen te staan. Daar ben ik helaas van terug moeten komen. Er zijn heel veel projecten bij mij die in de problemen kwamen, die het niet meer konden betalen, die failliet zijn gegaan, waardoor ik ook heel veel geld heb af moeten schrijven. Dat doet heel veel pijn en dat was dus ook heel vervelend om dat te ervaren. Maar gelukkig hield ik alles bij. Ik heb een hele grote administratie, nou die heb je al net gezien Bas. Dat is heel gedetailleerd. Ik kan dus precies gaan filteren op de projecten die mis zijn gegaan. En daar heb ik analyses op gedaan. Nou, waar kwam dat op neer? Vooral de projecten met hogere risico's gingen de mist in. Van de eerste 100 projecten die ik in die 2 jaar toen had, zijn er wel 9 in de problemen gekomen. En van die 9 zaten er 8 in de allerhoogste klasse. Nou, zo heb ik nog een aantal andere zaken bekeken. Bijvoorbeeld hoeveel geld ik had geïnvesteerd per project. In sommige heb ik 100 euro gestopt en in sommige 1000 euro. Maar op het moment dat een 1000 euro project failliet gaat, ben ik wel een veel groter bedrag kwijt dan wanneer een project failliet gaat waar ik 100 euro in heb gestopt. Ja, dan heb je ook heel veel projectjes nodig van elk 100 euro om dat ene project van 1000 euro goed te maken. Nou, op die manier ben ik anders gaan investeren. Ik ben veel minder risicovol gaan investeren. En ook in elk project hetzelfde bedrag. En dat pakt gelukkig goed uit. Ondertussen zijn de rendementen gewoon positief. Maar helaas heb ik dus op de eerste periode best wel af moeten schrijven. Na die analyse ben ik ook heel anders gaan kijken naar projecten. Hoe bepaal ik nou of ik wel of niet in een project investeer? Ik kijk simpelweg eerst eens naar de risicoklassen. De hele hoge risicoklassen, de klasse 5 en de starters, die open ik eigenlijk niet eens meer. Simpelweg omdat het voor mij een heel hoog risico is om inderdaad erin te investeren en mijn geld kwijt te raken. Nou, dat kan natuurlijk een foute keuze van mij zijn, want er zijn genoeg projecten van risicoklasse 5 die het wel goed doen. Maar ja, ik heb liever dat ik er niet in investeer en dat het project goed gaat, dan dat ik er wel in heb geïnvesteerd en dat het project niet goed gaat en dat ik dus geld af moet schrijven. Verder kijk ik ook heel erg naar hoe staat het bedrijf er financieel voor. Zijn de cijfers up-to-date? Hebben ze inderdaad recente financiële cijfers? Of moeten ze 2 jaar terug om de cijfers te laten zien? Ja, dat zijn voor mij allemaal indicatoren om wel of niet te investeren. Dat is een heel duidelijk verhaal, Arjan. Dankjewel. Je hebt het net gehad over platformen. Platformen, dat zijn de partijen, de bedrijven die tussen jou en de geldvrager inzitten. Hoe werkt dat ongeveer? Ja, nou die platformen die hebben dus een systeem waarbij een ondernemer zich aan kan melden van ik heb geld nodig, ik heb zoveel geld nodig om een plan uit te voeren. En dan komen ze dus bij zo'n platform met hun plan. Nou, en zo'n platform gaat dan analyseren wat is het plan, hoe haalbaar is het, hoe staat het bedrijf er zelf verder voor. En vervolgens maken ze daar een overzicht van. Een overzicht wat wij als investeerders te zien krijgen op hun website. Dat publiceren ze. Van de AFM moet dat 48 uur van tevoren al gepubliceerd worden, voordat je daadwerkelijk kan investeren. Nou, op het moment dat dat opengezet wordt, dan is het simpelweg wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als jij als eerste kan investeren en er is nog ruimte om jouw bedrag te kunnen investeren, dan kan je je dus inschrijven op zo'n plan.
Uiteindelijk krijg je een keer een betaalverzoek van, hey, maak het even over. Dat wordt verzameld en uiteindelijk naar de ondernemer overgemaakt. Verder komt het platform er ook weer bij op het moment dat de ondernemer aan het aflossen gaat. Dus dat maakt hij over naar het platform en het platform sluist dat ook weer door naar mij. En daar krijgen zij een kleine vergoeding voor. Die vergoedingen verschillen per platform. Zo betaal je bijvoorbeeld bij Funding Circle betaal je 1% van het rendement elke maand. Dus dat wordt over de periode steeds minder. Bij Geld voor Elkaar betaal je aan het begin een beetje en vervolgens elk jaar een klein beetje. Ook Samen in Geld doet dit. Kapitaal op Maat moet je aan het begin een heel bedrag betalen. En zo verschilt dat, maar je betaalt wel een kleine vergoeding aan die platformen. En deze platformen doen dus onderzoek naar de kredietwaardigheid van de geldnemers in deze leningen. Doe jij zelf ook onderzoek of kijk je puur naar het oordeel van het platform als je investeert om te bepalen, ga ik deze ondernemer wel of geen geld lenen? Om heel eerlijk te zijn, kijk ik eigenlijk alleen maar naar het oordeel van de platformen. Simpelweg omdat ik al de hogere risico's die een platform aangeeft, sluit ik direct al uit. Die projecten, daar investeer ik niet in. Vervolgens kijk ik natuurlijk wel, hey, wat is het plan van de ondernemer? Zie ik daar brood in? Af en toe komen ondernemers echt met de meest idiote plannen dat ik denk, ja, maar daar zie ik geen winst in. Dus dan investeer ik er ook gewoon simpelweg niet in. Maar ook als een ondernemer zijn cijfertjes nog niet op orde heeft, bijvoorbeeld we leven nu eind 2018. Als je dan de cijfers van 2017 nog niet over kan overleggen, ja sorry, maar dan vind ik het een te groot risico en dan investeer ik er gewoon niet in. Maar over het algemeen beslis ik binnen 1 of 2 minuten al of ik er wel of niet in ga investeren. Het oordeel is eerder nee dan ja, maar ik maak een heel snel oordeel en eigenlijk alleen maar op basis van de platformen. En hoeveel leningen investeer je dan zo gemiddeld? Ja, dat verschilt een beetje per maand. Het gaat er natuurlijk ook om hoeveel projecten publiceert het platform. Ik heb ondertussen ik geloof zo'n 4.500 projecten geïnvesteerd. Waarvan er ondertussen ook al bijna 100 volledig zijn afgelost. Oké, dus je hebt nog 350 projecten openstaan ongeveer? Ja. En dan komen er elke maand nog een aantal bij? Dan komen er elke maand, ik denk zo'n 10 tot 15 bij. Oké, dus jouw portefeuille groeit wel op het moment? Ja, mijn portefeuille groeit. Nu moet ik ook zeggen dat ja, de periode komt er bijna aan dat heel veel projecten die 5 jaar duurden, die loopt dan af. Dus binnenkort is er opeens een hele dip in het aantal projecten wat ik heb. Simpelweg omdat ze allemaal dan tegelijk klaar zijn. Oké, je blijft dan verder investeren in dit soort leningen via crowdfunding. Waarom kies jij voor crowdfunding en bijvoorbeeld niet voor obligaties, wat in feite ook leningen aan bedrijven zijn? Sommige mensen die geven de voorkeur aan obligaties omdat ze beter te spreiden zijn. Er is veel meer aanbod in en ook beter verhandelbaar, waardoor je makkelijker je geld eruit kan krijgen. Wat is dan de reden dat jij kiest voor crowdfunding? Nou, om heel eerlijk te zijn, 6 jaar geleden heb ik gewoon niet verder gekeken dan even de beurs en crowdfunding. Dus op dat moment ben ik begonnen met crowdfunding. Ja, ondertussen snap ik ook wel hoe de werking van obligaties en alles. Maar ik vind het ook wel heel leuk dat een MKB'er zijn geld ergens kan halen. Je moet een beetje bedenken, als een MKB'er naar een bank toe gaat, dan maakt het voor de bank niet uit of die nu 250.000 of 1 miljoen uitleent. De kosten voor de bank zijn ongeveer net zo hoog. De onderzoekskosten die zijn er gewoon. Maar de bank maakt wel veel minder winst op die lening van 250.000 euro of misschien wel veel lager. Ja, en daardoor wordt het voor de MKB'er eigenlijk gewoon onmogelijk om een lening te krijgen. En dat vind ik wel het mooie hier, dat ook bijvoorbeeld een bakker of de lokale snackbar een lening kan krijgen van misschien maar 20.000 euro om een kleine verbouwing te doen. En daar ook gewoon een reële rente voor kan betalen. En ja, banken die geven al gauw een negatief advies dan, of die beginnen er niet eens aan, omdat ze er gewoon te weinig winst op maken. Ja, banken die zijn natuurlijk veel groter en hebben veel volume nodig om hun winst te kunnen maken en om hun bedrijfsvoering te laten voortduren. En dat is waar crowdfunding eigenlijk een gat in de markt ziet en daarop inspringt. Dat is heel duidelijk, Arjan, dankjewel. Waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe jij de toekomst van crowdfunding voor je ziet. Want jij geeft aan, je bent 6 jaar geleden begonnen met het investeren in dit soort leningen. De afgelopen 10 jaar hebben wij een buitengewoon sterke economie gezien, met een sterke economische groei.
Is er historisch precedent over hoe crowdfunded leningen presteren in slechtere economische tijden? En als die er niet is, hoe zie jij dat zelf voor je? Wat verwacht jij in de toekomst dat crowdfunding blijft presteren? Nou, er is niet een historisch precedent, helaas. Het grootste platform op dit moment is begonnen in 2009. En dat is ook wel een van de eerste platformen. Dat was Geld voor Elkaar. En daar is dus geen historische feiten of cijfers. Die zijn er gewoon nog niet beschikbaar. Wat er gelukkig wel is een vooruitgang in de markt. Geld voor Elkaar is daarmee begonnen. Maar ondertussen ook Funding Circle, Samen in Geld, noem maar op. Er zijn gewoon heel veel platformen die inderdaad aangeven van hey, we zoeken naar zekerheden. Dus zo is er bijvoorbeeld ook hypothecaire zekerheid op leningen. Wat er ook gebeurt, die hypothecaire zekerheid heb je al. Ook wordt er door veel meer ook externe partijen een oordeel gegeven aan zo'n lening. Wat ook weer een extra zekerheid geeft, ook voor in de toekomst. Een van de platformen, Funding Circle, die heeft zelfs een stresstest onderworpen aan al haar leningen. Om eens te kijken van oké, hoe zouden onze leningen het nu doen als er weer een financiële crisis uitbreekt? En wat blijkt, zelfs dan kan je nog steeds een positief rendement halen met een portefeuille die bestaat uit de volledige set van projecten die ze aanbieden. Nou, ik vind zelf dat ik daar niet in alle hele risicovolle projecten, dus ik ga er wel van uit dat op het moment dat de markt inderdaad dipt, dat ik minder winsten haal, maar dat er inderdaad wel zeker mogelijkheid is om nog steeds een positief rendement te behalen. Heel goed. Jij wil stoppen voor je 50ste. Is dat dan ook puur het doel van jouw crowdfunding? Is dat de enige component in je strategie? Ja, mijn doel is inderdaad stoppen voor mijn 50ste. Dat is er ooit een keer bijgekomen nadat ik al aan het crowdfunden was. Mijn blog bestaat ondertussen 2 jaar. Dus, en ik ben al 6 jaar aan het crowdfunden. Dus het is echt. Het doel kwam later dan het middel. Maar ik vind het nog steeds wel een heel leuk middel. Maar ik zie er niet de toekomst in dat ik 100% financieel onafhankelijk kan worden met alleen maar crowdfunding. Wat ik voor mezelf heb gezegd, oké, ik heb een x-bedrag voor mezelf gewoon in mijn hoofd genomen. Tot dat bedrag investeer ik volledig in crowdfunding. En dat bedrag heb ik ook bijna bereikt. Dus hierna ga ik zeker wel verder kijken naar bijvoorbeeld in de beurs investeren of in vastgoed. Nou, dat was vorige week ook heel interessant om van jou te horen hoe dat op de beurs gaat. Daar gaan we het zeker nog een keer over hebben dan. Wat is jouw belangrijkste leermoment geweest bij het investeren in crowdfunding? Mijn belangrijkste leermoment is eigenlijk geweest dat je een strategie moet hebben. Ik had geen strategie. Ik ging gewoon er maar voor. 6 jaar geleden, ik was 22, dus jong en onbezonnen. Dat is wel heel erg veranderd. Ik ben veel meer naar een strategie gaan kijken. Welke projecten zijn misgelopen en welke risico's wil ik dus niet meer nemen? En dat is wel een van mijn strategieën geworden. Dat ik veel bewuster ben gaan kijken naar risico's. En dus ook veel bewuster nee ben gaan zeggen tegen bepaalde projecten. En voornamelijk de hogere risicoprojecten zeg ik gewoon eerder nee tegen. Van tuurlijk, je kan wel denken, dat komt wel goed. Maar de kans dat het niet goed gaat is gewoon net te groot. Heel goed. En waarom zouden mensen volgens jou niet en vooral wel moeten investeren via crowdfunding? Ja, via crowdfunding, er zit natuurlijk ook een stukje goodwill tussen. Voor ondernemers die willen graag ook die lening halen. Waarom je het vooral niet zou moeten doen, is als je denkt, ik ga hier snel geld mee verdienen. Natuurlijk, het levert geld op. Maar een lening duurt gewoon 5 jaar over het algemeen. En je moet dus ook die 5 jaar wachten voordat je je volledige geld weer terug hebt. Wat voor mij wel een reden is om het wel te blijven doen, is dat het ook een cashflow genereert. Ik heb elke maand krijg ik een flink bedrag aan rente en aflossing. En dat op dit moment herinvesteer ik dat. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld weet, ik ga over 2 maanden een grote aanschaf doen, stop ik 2 maanden lang met het investeren. En heb ik opeens wel een extra stuk van mijn spaargeld weer terug. Dus door die cashflow heb ik wel een stuk zekerheid voor mezelf ook ingebouwd. Dat ik niet alles op mijn spaarrekening heb staan, maar ook een stuk daarvan heb geïnvesteerd. Heel goed, dankjewel Arjen voor vandaag. Tot slot, wat is jouw advies, jouw actionable tip voor mensen die willen beginnen met crowdfunding? Ja, ik heb een aantal tips denk ik. Allereerst, lees je in. Op mijn blog staan heel veel blogs over crowdfunding. Lees je in. Wat is crowdfunding? Hoe werkt het? Wat kan je verwachten? Waar liggen de risico's? En
Wat zijn de momenten waar je echt even extra op moet letten? Daarnaast is er ook een forum. Die staat natuurlijk in de show notes. Maar dat forum is erg actief. En laat ook zien van, hey, die projecten, waarom zouden we wel of niet erin moeten investeren? Dat is ook dus juist die manier om je extra nog eens in te lezen. Ja, en die show notes van vandaag, die vind je natuurlijk weer op onze website, goedmetgeldpodcast.nl. Voor deze aflevering nummer 7, kijk je op goedmetgeldpodcast.nl/007. En ja, probeer het. Probeer klein. Ik ben ook begonnen met 3 projecten en heb eerst gewoon eens 2-3 maanden afgewacht om te kijken van, oké, wat doet het met me? Wat voel ik erbij? Wat vind ik ervan op het moment dat dat geld terugkomt naar mijn rekening? Wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er met mijn gevoel? En door juist dat te proberen, weet je ook dat je er heel blij van wordt. Of dat je denkt van, nou, dit past niet bij mij. Als het niet bij je past, dan heb je dus in 1 of 2 projecten geïnvesteerd. En moet je gewoon een paar jaar wachten tot je geld terug hebt. Ligt het je wel, dan kan je rustig aan het op gaan bouwen. Ik heb er ook een paar jaar over gedaan om mijn volledige portefeuille op te bouwen. En die zit nu bijna aan zijn max. Ja, afbouwen duurt wat lang, maar verder gaat het opbouwen, moet je dat ook rustig en gestaag doen. Heel goed. Als jullie nou meer willen weten over het beleggen of het investeren in crowdfunding, kijk dan vooral in de show notes. En daar linken we naar een aantal artikelen en websites die erg interessant zijn hiervoor. Dit was Goed met Geld. Er zijn 2 manieren waarop je ons kunt helpen. Manier 1, volg ons op iTunes, want zo laat je deze provider zien dat je onze podcast leuk vindt. En dan word je op de hoogte gehouden als de volgende aflevering uitkomt. En 2 natuurlijk, abonneer je op onze blogs. Doe dat gewoon. Arjan vind je bij stoppenvoormijn50ste.nl. En mijn blog is firetheboss.eu. Blijf ons volgen en word ook goed met geld. Tot volgende week.